Ja, eindelijk. Ik ben er eindelijk. Lang geduurd, want ik heb een tijdje 50, 60 moeten rijden in plaats van 80. Maar de aanhouden wint. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag dan de 25e februari. En het is, eventjes zien, het is 10:49. Ik zit weer op mijn begeleider Jack te wachten, voor Cirilo. En ja, het is vandaag ook 2 jaar geleden dat mijn mannetje, die toevallig ook Jack heette, is overleden. Doet me heel veel pijn en verdriet. Dus ja, voor mij mogen ze allemaal vandaag wegblijven. Laat me alleen, weet je. Maar Astrid die komt ook, het is maandag, dus ja, die komt dan ook. Dus ja, het is lamlendig allemaal. Wat is er? Ja, jullie krijgen zo meteen lieverd. Hé, Frode heeft al broodjes. Ja, ik ben ook met broodje bezig. En met koffie bezig. En ik heb al dingen wat ik met de hand af moest wassen, met de hand afgewassen. En dan moet ik de vaatwasser leeg halen. Ik moet nieuw spul in de vaatwasser doen. En dan kan die ook weer het lammer. Ik wacht daar nooit mee tot de begeleider ook is geweest. Kun je dat er ook allemaal nog bij in? Ja, toch? Ja, doe je het allemaal even in 1 keer. Nou, ik zeg lieve vrienden, geniet vooral van alles wat jullie doen. Want het is prachtig, prachtig, prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is prachtig, mooi blauw. Dus ja, welkom ook bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Daar behoor ik ook mee te beginnen, maar ja, het doet er allemaal niet toe. Nee, als ik het besef, toch? Ja. Oké, ik zou zeggen tot later deze dag. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes terug. Ja, Astrid die is alweer naar huis. Die gaat meestal op maandag, gaat om 2:30, 3:15 weer weg. Maar, die komt er ook. Ben ik zo blij om, zo blij. Corrie uit Lisse. Ja, ze is al in aantocht, dus ja, die kan ik elk moment verwachten. Nee, ze de groene auto, niet de rode. Ze de groene tuut, dit is een rode tuut. Ja, wel mooi trouwens. Maar oké, ik ben er blij om. Ik ben weer even weg geweest om nog even gebakken bij te halen. Want ja, morgen krijg ik ook nog weer mensen. En Rebecca die komt morgen terug en ja, die is dan ook in deze week 2 jaar bij me. Dus dat is ook een gebakje waard. Dus ja, ik heb er een doos bij gehaald daarnet. Simpel zat, daar heb ik tenminste genoeg voor de week. Ja toch? Ja. En dat had mijn mannetje ook een keer maar willen hebben, ja. Dus ja, dan ben ik blij omdat die komt. Dus. Ze zeggen tot strakjes, want als Corrie er is kennen gevlogd worden. Doei, doei. Voor de ja, lieve vrienden, daar zijn we dan weer. En ik had gezegd dat eentje onderweg was, hè, uit Lisse vandaan. Ja, Corrie, nou ze is er hoor. Ja, eindelijk. Ik ben er eindelijk. Lang geduurd, want ik heb een tijdje 50, 60 moeten rijden in plaats van 80. Maar de aanhouder wint. Ik ga naar Den Helder. Het laatste stukje heb ik te hard gereden. Oh, nou, kun je nagaan. Ook wij ouderen kunnen stout zijn. Ja. Laat de politie het maar niet horen. We zeggen ook geen kengetal. Nee. Gaat er dan er niks aan? Nee. Maar oké, ik ben blij dat ze er is. En we hebben al een gebakje op. Zegt de koffie al op? Ik nog niet. Een gebakje was heerlijk. Een gebakje was heerlijk, zegt ze. Ja. Ja. En daar ligt Eeuw in. Die ligt te knorren. En ja, helemaal naar het zin. Oh, wat een schatje. Hé? Je hebt het lief, hè? Ja, dat vindt ze maar wat lekker. En nog wel met mijn linkerhand, ben ik niet zo handig. En rechts ben ik handiger. Hé? Want het doet een beetje pijn. Oh, knort helemaal. En Frodo, nou ja, die legt daar als een mannetje. Oud mannetje op de bank. Die komt er niet af. Gedraagt zich als een senior. Ik heb het lekkers in zijn bak gegooid. En meneer, die komt niet eens. Ik heb hem geroepen, hij komt niet eens. Nou ja, dan maar niet hoor. Vindt hij het vanavond wel. Ja, toch?
Dat loopt niet weg. Oh, hij hoort wat. Hallo. Kom eens kijken. Daar, lekker. Hier, lekker. Oh. Zie je wel? Lust je wel? Zo dan. Nou ja. Dus toch nog. Toch nog. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Want het is nog steeds prachtig mooi weer. En dat op de 25e, een rotdag voor mij. Zal altijd wel een rotdag blijven ook. Toch? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, nou, dat is wel nodig. Nou, Corrie gaat weer naar huis, maar ze heeft last van het licht. Dus... Te veel licht, ik ga vluchten. Ze gaat vluchten. Hé, hey, tot ziens. Vluchten kan niet meer. Ja, ik loop toch met je mee en doe ik het licht wel even uit, want buiten is het weer lichter. Volgens mij binnen. Kan jij beter binnen blijven. Waarom? Omdat het best koud is voor je. Oh, dat valt wel mee. Oh. Ben wel wat gewend. Zijn we eigenwijs? Ben wel wat gewend. Nou, dan moet ik dat dus allemaal nog water geven. Dat heeft Chrisje allemaal gisteren voor me gedaan. Ja, ik ga het beste s'avonds water geven. Ja, nou, de zon is weg, dus ja. Dat ken nou. Mooi, hè? Ja. Het Chrisje gisteren helemaal gedaan. Dat is gedaan. Heel mooi. Ja, daar zaten andere plantjes in. Ja. Dat is mooi, hoor. Echt leuk. Ja. Oké. En dus, nou, dan zitten we picobello eruit allemaal. Ja. En dan gaan we eventjes Corrie wegbrengen naar de tuut, oftewel naar de auto. Naar het groene monster. Ja. Zo. Ook hoeven we niet dicht te doen. Nee, er gaat een heli in de lucht. Toen ik kwam was er ook al een heli in. Ja. Op dat kermisexploitant. Ja, dat klopt. Handig, kan die zo vanuit zijn huis zien. Ja, klopt. Of die in de fik wordt gezet. Want als die de brand staat, verander je er toch ook niets aan? Nee. Ik hoop niet dat het gebeurt. Volgens mij staat wel erg dichtbij de buren. Ja. Ja, dan moet je maar kijken hoe hij, hè? Nou, ik ben eruit gekomen, dus ik kom er ook al in. Toch? Daarom. Dat gaat wel niet voor horen. Toch wel? Ja. Het groene monster doet het nog steeds. Ja. Het is nog net. En je bent zeker door de wasstraat geweest, want dat ziet er goed schoon uit. Nee. Nee? Maar als ik benzine tank, ga ik wel eens met die wisser eroverheen. Maar ik heb vorige week alle matjes geklopt. Dat scheelt ook een hoop. Ik ben niet zo poetserig, maar af en toe. Hey, tot ziens. Tot kijkers gaat. Oh. Zo hard staat hij dus. Zo dan, blijf je wakker van. Ja. Hey, eet wat lekkers. Doe ik. Ik heb vanmiddag al gegeten voor de wegging, dus ik eet. En wat heb je gegeten? Duitse biefstuk. Ja. Gebakken lekker. En sla. Is ook lekker. Een vers gesneden uitje. Lekker. Dus ik hoef straks alleen maar een broodje te eten. Dus zo is dat, schat. Hey. Nou. See you later. Nou, daar gaat ze. Weer op weg naar Lisse. Ik ben nog steeds blij met mijn rijbewijs. Toch wel, hè? Nou. Goeie reis, schat. Oké, lieverd. Doei. Thank you.
en toen was ze weer weg, zoals jullie wellicht hadden kunnen zien. En dan gaan wij weer naar huis toe vanzelf. En inderdaad, het is flink afgekoeld, dat ik heb het koud, ja. Ik ben blij dat de kachel nou binnen aan is. En ja, ik weet nog steeds niet wat ik eten moet. Echt niet, maar ja, komt goed. Zo, dan kan de poort gelijk op slot, kan er niemand meer in. Lekker hoor. Zo, die kan er dus uit. Zo, gedaan. Nou, ja, en dan gaan we weer naar binnen. Hé, kerel. Ja, tante Corrie is weg, hoor. Tante Corrie is weg, man. Kom. Nou, dan blijft hij maar even buiten. Ik ga naar binnen. Zo. Hé, meisje. Hé. Oh ja, liefie. Ja, meisje. Maar oké, lieve vrienden. Koud. Het licht heb ik dus nou niet aan. Maar ja, maakt ook niet uit. Jullie zien me wel. En anders horen jullie me wel. Zo. Ik ga nog een bakje koffie doen, want ik heb dorst. Ik weet niet eens hoe laat het is. Weet ik ook niet. Oh, het is bijna 6:30. Wist ik niet dat het nog vroeger was. Ja, maar zo komt dat weer veel later, hè. Maar oké, maakt niet uit. We hebben het fijn gehad met z'n tweeën. We hebben het natuurlijk over Jack, mijn man, gehad. Ja, zij blijft er ook bij. Hij had nog niet weggewild. Hij stond nog in het leven. Hij was ook met verschillende projecten bezig. En hij was zo gelukkig met je. Ja, weet ik veel. Ik was ook gelukkig met hem. Ja, en alles liet ook blijken dat hij gelukkig was met mij. En dat maakt mij wel weer blij, want ja, als je van elkaar houdt, dat is toch enkel maar fijn, of niet dan? Brokant. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ik spreek jullie later wel. Misschien vanavond wel. Ja, ik weet het nog niet. Ik moet even denken van wat ik nou ga doen. Want ik moet het allemaal even laten bezinken daar in mijn hoofd. Ja. Het wil even niet. Ik sluit af. Tot later, vrienden. Wij gaan weer lekker slapen. Hè, Frodo? Ja, nou. En ik zie dat ik het lichtje even aan moet doen. Zo, dat is beter. Ja, wij gaan weer naar bedje toe. Hij ligt dus lekker klaar om naar boven toe te gaan. Ik ga het licht daar doen, lieve vrienden. Ja, dat gaan we allemaal doen. Wat ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie droom, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Zeggen doei.